Woerden was vroeger een echte vestingstad. Dat is goed te zien aan de plek waar nu Molen de Windhond staat. Een voorganger stond er al tijdens de 80-jarige oorlog. Hoog boven de huizen op een oud bastion van de stadswal. Deze molen waar we nu op staan is van een later datum. Die is van 1755. En de vorige is dus toen afgebroken. Die was op. En toen hebben ze deze nieuwe neergezet. En deze staat er dus nu ruim 250 jaar al. Waar vroeger de stadswal liep, rijden nu auto's. Op luchtfoto's is goed te zien dat Woerden is ingericht als vesting. Na lang wikken en wegen gaat de gemeente Woerden die geschiedenis voor een deel laten terugkeren. Verschillende bastions die werden gebouwd na het beleg van de Spanjaarden in 1575 worden hersteld. Bijvoorbeeld die aan de Hoge Wal. Daar ligt al eeuwen een begraafplaats. Toen in 1823 verboden werd om nog binnen de stad te begraven, moest men uitwijken voor begraven naar buiten. Nou, wat was toen de stadsrand? Dat was de wallen en de bastions. En dat was net opgeheven als verdedigingswerk, omdat de nieuwe Hollandse waterlinie in gebruik was genomen. Dus dit lag braak. Voor de bastions weer zichtbaar zijn, moet een hoop werk verzet worden om het oude Schootsveld weer vrij te maken. En deze schuine helling, dat is het idee, die moet je dus weer alleen maar gras, hè, dus laag gras erop, dat je echt de vorm van het talud terug ziet. De bomen moeten dus weg. En dat gaat geheid leiden tot protest bij natuurliefhebbers. Albers wacht het rustig af. Hij fantaseert ondertussen verder over hoe het er in 16e eeuws Woerden aan toe ging. Maar zijn leven in het heden inruilen voor een plek in de vesting van toen, dat niet. Ik zou wel een kijkje willen nemen hoe het er toen toe ging. En ook hoe de taal toen was, hoe de mensen met elkaar omgingen en dat soort dingen. Ik lees er veel over, maar dat is allemaal achteraf duiden. Het leuke van deze tijd is dat je over heel veel geschiedenis dingen te weten kunt komen en allemaal verbanden kunt leggen die je dus niet kunt leggen als je in de 16e eeuw geleefd had. Dit is Woerden.tv. Met Woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk Woerden.tv.